De laatste keer dat Club Brugge een competitiematch verloor was hier in Genk. Dat is inmiddels 8 wedstrijden geleden. Djidja met half balverlies. Maar ja, nu toch helemaal. De Bruyne doortastend tegen Karel Gerards. De Bruyne meegeven met Ogunjimi. Eerste kans van de match. Ogunjimi, Kozemans. We spelen 10 minuten. En Genk is de betere ploeg. Buffel. Barda en een duwtje van Ojija. Vrije trap, Genk. Het is al de derde keer dat Poudil een bal van hier in de 16 mag droppen. Kozemans ernaast, de Bruyne net niet attent en Ogunjimi ook niet. Reuze kans, Racing Genk. En een fout van Colin Kozemans, maar zonder erg. Ja, de Bruyne moeilijk. En Ogunjimi, daar had hij meer mee kunnen doen. De Bruyne, een goede hak van Teuzer. Om tenminste even te vertragen. Maar wel een counter van Club. Daar is Akpala en het is 0-1. De eerste keer dat Club richting doel van Courtois komt. En dat is heerlijk afgewerkt van Joseph Akpala. Het is voor Gerards dat ze juichen voor zijn zoontje. En het is een donderslag bij heldere, warme hemel wie deze wedstrijd gezien heeft in de eerste 23 minuten. Het was een zomerstempo en een snoekduik in het zwembad. Die hoort erbij. En die kwam er van Joseph Akpala. Buffel. Goed gespeeld van Buffel. Anele moet de 16 insnijden. Perisic in de achtervolging. Anele met de voorzet. Ogunjimi. Het is 1-1. Knappe goal van Racing Genk. En de 13e van het seizoen van Marvin Ogunjimi. Voor het eerst sinds zijn blessure na Oostenrijk in de basis. Ja, en hij mag zijn nummer tonen. Liet er al een paar halve liggen. Maar deze maakt die knap. Goede actie ook van Thomas Buffel. En iedereen bij verkouteren. Makkelijk opgerold, de linkerflank van Club. En goed werk van Anele. En dus 1-1. Krijg je er 1 minuutje bij. Dat bord ziet u beneden. In een nerveuze eerste helft. Met af en toe goed voetbal. Maar ook met heel veel foute passes. Zoals nu weer eentje van Karel Gerards. Barda, hier is Buffel. Hier zit wat in voor Racing Genk om er toch nog 2-1 van te maken. Buffel met de voorzet, maar geen goeie. En dus rusten we echt met 1-1. Bij het begin van de tweede helft komt Wilfried Dalmijn het team voor Ivan Perisic. Die raakte in de eerste helft inderdaad geen bal goed. Maar dat zou dus kunnen geweest zijn omdat hij geblesseerd was. Barda. Djidja wilde de overtreding maken. Barda voor Buffel. Kijk, daar is Anele, een sneltrein. Buffel. Ogunjimi. Daar is Anele, geen buitenspel, maar hij knalt hem over. De rechtsachter goed mee opgerukt. Racing Genk dus met dadendrang in de tweede helft. De eerste was flauw met 2 parels van doelpunten. De tweede brengt hopelijk meer vertier. Ryan Donk slecht ingespeeld. Jone Leidt zat ertussen. En Kevin De Bruyne. Hoefkes appel voor buitenspel. Maar inmiddels goed paasje van De Bruyne. Mooi. En daar is Barda. Barda naast. De redding van Kozemans. Heerlijke aanval van Racing Genk. Dat losgebroken is in de tweede helft. En plots goed speelt. Goed van Ogunjimi. En de voet van Kozemans. Anele. Teuzer. Balverlies. Natson. Barda. Barda, de 1-2. Barda! Barda naast!
Oh, Racing Genk verdient een voorsprong in het openingskwartier van de tweede helft. Goeie 1-2 tussen het spitsenduo Bardaugo en Jimmy. En Verkouteren denkt, het is knap, maar hij moet er wel in. Heeft de hoek voor het uitkiezen, stift hem, maar te ver naast Elianif Barda. Op de bank tegen Anderlecht, nu in het team. Gerards weggegeven, de Zer. Goeie pas, en wat doet Simaes? Barda laat Simaes wel terugkeren en hij krijgt de strafschop. Dit is redelijk uitgelokt, maar ook heel erg slecht beoordeeld van Jeroen Simaes. Allereerst die lange bal en een gele kaart er bovenop. Nog eens kijken, Barda met Simaes. Ja, hij heeft hem bij de schouder. Of je daar zo voor moet vallen, dat is een ander paar mouwen. Maar het is niet slim verdedigd van Simaes. Er is weinig aan de hand. Daar moet je niet zo voor vallen. Wel een penalty. Barda zelf voor 2-1. Barda scoort. Hij verdient een goal, daar niet van. Is heel erg sterk bezig in het begin van deze tweede helft. Maar de manier waarop, daar zijn wel vraagtekens bij te plaatsen. Maar 2-1, dat is absoluut verdiend voor de thuisploeg. Laat daar geen twijfel over bestaan. De voorzitter ook blij. Applausvervanging voor Elianif Barda, die ook met krampen sukkelt. Jelle Vossen komt erop. Barda en Ogunjimi hebben vandaag geel gepakt. En die zijn er niet bij tegen A-Gent de volgende match. Dus dan speelt Vossen zeker. Nu heeft hij nog een kwartier. Natson. Nog eens Natson. Altijd balverlies nu bij Racing Genk. Goed van Dalma. Akpala. Kouemaha net in het veld. De redding van Courtois. En weggehaald door Matuku. De eerste keer Club Brugge in de tweede helft. Echt gevaarlijk. Goeie redding. Courtois laag bij de grond. 3-3. En Van den Borre moet toch nog mee kunnen, zou je zeggen. Die staat er 3 minuten op. Vossen meteen. Vossen! Oh, schitterend schot. En het is 3-1. Jelle Vossen, zijn 18e van het seizoen. En dus ook als invaller kan je het verschil maken. Het is verdiend voor Racing Genk dat de laatste 10 minuten wel paniekvoetbal aan het spelen was. Maar deze match wordt beslist door Jelle Vossen.